Vind je het moeilijk om langer dan een minuutje aandacht bij een tekst te houden? Welkom bij de club. Ik ken bijna niemand meer die rustig een pagina in een boek of tijdschrift kan lezen zonder de drang om snel even iets op te zoeken. Op een smartphone of op een tablet. Nou, ook jouw teksten zijn daar helaas niet immuun voor. Maar je kunt je lezer wel helpen om zijn of haar aandacht bij je tekst te houden. Hoe? Door pakkende tussenkopjes te schrijven. En met de volgende 3 tips schrijf jij voortaan tussenkopjes die je lezers bij de les houden. Welkom bij De3, met elke aflevering 3 tips en tricks om je webteksten te verbeteren. Ik ben Eric van CopyRobin en het is mijn missie om van jou een nog betere schrijver te maken. De eerste tip voor het schrijven van pakkende tussenkopjes is: benoem het directe voordeel dat je lezer krijgt door de alinea's eronder te lezen. Probeer niet alleen te beschrijven wat zich in de alinea's onder het tussenkopje bevindt, maar vermeld ook welke resultaten je lezer mag verwachten. Stel, je schrijft een artikel met tips om snel af te vallen. Dan kan een tussenkopje zijn: de werking van je spijsvertering. Maar veel beter is dan dit tussenkopje: laat je spijsvertering voor je werken. Voel je het verschil? De eerste is inhoudsgericht, de tweede voordeelgericht. Nou, de tweede tip voor het schrijven van pakkende tussenkopjes is: zie ze als wegwijzers die je lezer bij de les houden. Je lezers moeten tijdens het lezen tal van afleidingen en verleidingen weerstaan, zoals linkjes in de tekst, advertenties en natuurlijke externe impulsen als notificaties op de smartphone en mensen om hen heen. Een goed geschreven tussenkopje wijst de lezer als het ware de weg door als een baken te werken. Om terug te komen op mijn voorbeeld van het dieetartikel, een volgend tussenkopje zou kunnen zijn: van spijsvertering naar stofwisseling. Hier zie je dat er een logische opbouw zit in het verhaal. En de derde tip voor pakkende tussenkopjes is: gebruik ze indien mogelijk om je artikel samen te vatten. Schrijf je tussenkopjes zodanig dat een super ongeduldige koppensneller, dat hij, als hij de kopjes allemaal achter elkaar leest, dat hij een boodschap ook meekrijgt. Zorg ervoor dat je tussenkopjes achter elkaar feitelijk al lezen als een korte samenvatting van de volledige tekst. Een voorbeeld van de website van MediaWeb: daar heeft de pagina "Waarom MediaWeb" de volgende tussenkopjes: wij zijn digital natives sinds 1995. We zagen online hypes komen en gaan. Maar sommige zijn gamechangers, die organisaties dwingen zich aan te passen. En dat is waar we jou mee kunnen helpen. De koffie staat klaar. Nou, een lezer die alleen de kopjes snelt, krijgt op die manier toch de belangrijkste boodschap binnen. Ik zet de 3 tips voor pakkende tussenkopjes nog even voor je op een rijtje. 1. Benoem het directe voordeel voor je lezer in de alinea's eronder. 2. Zet ze in als wegwijzers die je lezer bij de les houden. En 3, schrijf je tussenkopjes zodanig dat ze achter elkaar een korte samenvatting van je artikel vormen, zodat ook de meest ongeduldige lezer je belangrijkste boodschap toch meekrijgt. Dat waren de 3 van deze keer. Nu jij, schrijf voortaan superpakkende tussenkopjes en just hit publish. Wil je graag meer webcopy tips en tricks? Abonneer je dan op De3 en mis nooit meer een aflevering. Of ga naar copyrobin.nl en schrijf je in op onze mailinglist. Je krijgt dan gelijk ook 1 of meerdere waardevolle bonustips.